En vanuit onze grote betrokkenheid vinden wij het belangrijk dat we aan de kleur verankeren, verarden, in de grond verankeren binnen onze gemeente. En dat hebben we op deze manier gedaan en Stijn en Rogier laten we zien hoe we dat gedaan hebben. Wil jullie dat onthullen? Anne Fleur is 20 jaar geworden. Kort na haar dood is besloten om het trainingsparcours op het Lagerveld naar haar te benoemen. En dat doen we dus bij deze. Bedankt aan jullie kanjes. Ik denk dat het goed is, jullie lopen er even langs.